heel lang geleden heb ik ooit meegedaan met het Bischof Schaaktoernooi. Daar heb ik dit lintje aan overgehouden. En vandaag zijn we uitgenodigd bij de allerlaatste editie van het Schaaktoernooi. En daarom zijn we nu bij De Kreek. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Je hebt net een wedstrijd gespeeld. Hoe ging dat? Nou, eigenlijk in het begin ging het wel goed. Alleen later ging het best slecht. Toen vertel. Ik stond een paar stukken achter. Maar uiteindelijk heb ik de eerste keer de remise aangeboden en toen wou je het niet. De remise, dat is gelijkspel, toch? Gelijkspel, ja. En de tweede keer wou je het wel. En toen was het klaar. Maar waarom wou je het de eerste keer dan niet? Nou, toen stond hij best wel goed. En de tweede keer niet meer. Maar ik stond nog steeds achter. Dus toen heb ik maar remise aangeboden. En dat heeft hij aangenomen. En dat is wel een goed resultaat dus. Ja, eigenlijk wel. Voor de hoeveelste keer doe je mee dit jaar? Tweede keer. Voor de tweede keer. En waarom ben je, waarom doe je mee met dit toernooi? Omdat ik het wel leuk vind. Ja? Wat maakt het dit toernooi zo bijzonder? Nou, de spanning van de wedstrijden en zo. En dat je wint, dat is leuk. Je bent de deelnemer van het eerste toernooi en nu ben je weer terug op het 20e toernooi. Is er veel veranderd in de tussentijd? Naast het feit dat ik zelf 20 jaar ouder ben al 15 jaar geen jeugdtoernooi meer speel. Locatie is veranderd en voor de rest is de spanning heel anders. Hoezo kan de spanning nou anders zijn? Als klein kind ben je natuurlijk heel gespannen voor het toernooi die je speelt. Dat was mijn eerste toernooi, als ik me goed herinner. En nu is het gewoon leuk. Het is leuk om hier te zijn en leuk om uitgenodigd te zijn om de invitatie toernooi te spelen. Ja, wat maakt dit toernooi nou zo bijzonder? Het Bischof toernooi. Het is een unieke mogelijkheid voor de jeugd hier in West-Friesland om een leuk toernooi te spelen. De sfeer is goed en voor mij was het eigenlijk de reden om daarna gewoon competitie te gaan spelen. Dus voor mij heeft het ook wel een soort van emotionele lading. Dus door dit toernooi ben je eigenlijk begonnen? Door dit toernooi, ik speel in groep 9, dus een van de laagste groepen. Die heb ik gewonnen. En als kind vind je het leuk als je wint. Dus zodoende ben ik doorgegaan en uiteindelijk heb ik ook het groep 1 een paar jaar later mogen winnen. Dus wat dat betreft stimuleert het wel.